Lotus, hierachter, is eigenlijk een interactieve wand die natuur met technologie versmelt. Dus het bestaat eigenlijk uit een soort slim materiaal wat zich openvouwt als een bloem als je er langs loopt. En het gaat er eigenlijk over om wat gebeurt als natuur en architectuur zich met elkaar versmelten. En dat je eigenlijk omgevingen maakt die organisch worden, die met je meedenken of met je meevoelen. Ja. En daar is dit een heel groot prototype voor. Ik ben gefascineerd door façades, door eigenlijk de skins van gebouwen. En dat is iets waar we als studio en ik zelf als kunstenaar ook al 2-3 jaar mee bezig ben. Dus dat vind ik spannend om hier mee te doen aan deze tentoonstelling, om na te gaan denken. Net zoals de kleding eigenlijk je skin is voor je lichaam, is een façade dat voor een gebouw. Dat gaat veel verder dan alleen maar beschermen tegen kou of warmte. Dat is een culturele uitspraak. En het is belangrijk om daarover na te denken, van hoe willen we dat die stad eruit ziet en wat willen wij daarmee? Dit is inderdaad een redelijk klassieke opstelling, maar ik denk binnen de context is het heel goed om eigenlijk de verschillende prototypes die we hebben staan, die verschillende schaalniveaus waarin we die uitspraak willen doen, hè, soms op een één-op-één persoonlijke manier en soms op een meer architectonische schaal zoals je verderop in de tentoonstelling ziet, dat dit een hele mooie houten donkere ruimte is waar je van die mooie lichtobjectjes neerzet. Ja. Ik denk dat het fascinerend is om erachter te komen dat technologie uit dat beeldscherm springt en een onderdeel wordt van ons landschap. En dat daardoor ons leven nog minder statisch is eigenlijk. Dat het een verlengstuk is van onze emoties. En ik vind het heel spannend om na te denken over wat betekent natuur in de stedelijke context. Hè? Dus hoe kunnen we natuur weer terugbrengen, maar dan op een futuristische manier. In plaats van alleen maar oud sentiment. Ja, dat is waar dit soort beelden over gaan. Ja, wat ervaren mensen? Dus als ik er nu op afloop, wat gebeurt er dan? Ja, dat mag je lekker zelf weten. Nee, maar kan je eens uitleggen of wil je het als verrassing houden? Ja, nee, dat is aan ieder voor zich. Ik denk het heeft de associaties van natuur, het heeft het futuristische van Le Petit Prince, de interactieve wereld waar we langzaam maar zeker ons in toe begeven. En het is iets wat reageert op jou, dus het gaat heel erg over die persoonlijke interactie en dat is aan ieder voor zich wat hij of zij daarmee doet.